Vincent, goedemiddag. We zijn hier bij Mossing Fietsen. Ik zie een grote groep wielrenners staan. Wat is de gelegenheid daarvan? Het is het start van het nieuwe seizoen. En we hebben ons zelf in nieuwe kleding gestoken. En dat willen we vandaag presenteren. En ook met twee groepen samen een mooie rit gaan maken. En wat voor groepen zijn het dan? Ja, er is een vriendenclub uit Vathorst. Die hebben zichzelf verenigd. En echt een vriendenclub om te gaan fietsen. En wij zijn een jaar of twee, drie geleden zijn wij met de Lijnsclub in Vathorst, Hooglanderveen, zijn we ook gaan fietsen. En eigenlijk kwamen we steeds vaker op hetzelfde moment bij elkaar. Het was van, hé, laten we onze krachten gaan bundelen en laten we gaan samen fietsen. Er zijn mensen uit Hooglanderveen en uit Vathorst? Ja, ja. Gaan jullie regelmatig rijden? Ja, we rijden iedere dinsdagavond en nu met mooi weer. Hè. De zomertijd weer, begint het weer langer licht te worden, of dan blijft het langer licht. En dan op iedere zondagochtend. En zondag is nog wel eens een beetje verdeeld. De ene groep die begint om 9 uur en de andere begint om 10 uur. We zijn een beetje aan het kijken of we dat nog meer samen kunnen brengen. Nou, hier staan we bij de initiatiefnemer van de nieuwe tenues. Hoe is dat zo tot stand gekomen? We zijn in gesprek gegaan met Mossing Fietsen. Waar we nu staan. En met Dims, die een goede bijdrage wilde doen, waardoor wij nu vandaag volgespanjeerd de weg op kunnen gaan. Ja. Zo is het gekomen eigenlijk. En hoe is het ontwerp tot stand gekomen? Ja, dat is samen met Mossing hebben we advies gekregen over om een mooi strak design te krijgen. En via Mossing kregen we door dat Ans van Mizio dat goed kon verzorgen. En samen met haar hebben we gekeken, de mooie azuri blauwe kleur wilde terug laten komen. Ja, gewoon strak, passend bij de sponsor ook, bij Mossink en bij Dims. En ik denk dat het resultaat er eens in mag zijn. Dus daar zijn we blij mee. En vandaag gaat de eerste rit plaatsvinden in de nieuwe tenues. Ja, dat klopt. Ja, sommigen hebben stiekem toch wel een beetje geoefend al van tevoren, want je wilt toch niet helemaal kapot gaan op twee uurtjes fietsen. We hebben dan een mooi koertje bedacht voor twee uur fietsen. En inderdaad, wel de eerste keer dat we echt als kolon weggaan.